Welkom weer bij Visblad TV. We zitten vandaag in het Groene Hart, in de Oud-Hollandse Veenpolders. En laatst hebben we ook Oud-Hollandse takken weer meegekregen. We gaan vandaag streamen op snoek met een vliegenhengel. Ik heb het nog nooit gedaan, maar Edwin Kersjes is te krek. En die gaat het ons vandaag helemaal uitleggen, dus we gaan het zien. Zo Edwin, je bent al lekker bezig, zie ik. Ja, het is, we zijn lekker hier in de polders aan de slag. Dag Robert. Mooi. Zo, dat streamen op snoek. Ja, wat ik al zei, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik laat me graag verrassen door je. Nou, hoe zit het precies? Ja, nou ja, het is perfect weer zoals je ziet. Het regent, het is echt snoekweer voor de polder. En ja, deze polder gaat helemaal goed komen. Het is, er zit hier gewoon genoeg snoek. En ja, het is voor jou de eerste keer met de vliegenlab. Ik weet zeker dat jij snoek gaat staan. Nou ja, dat belooft een hoop goeds. Dus we gaan het zien, Edwin. Ik ben benieuwd. Oké. Laten we aan de slag gaan. Ja. Dat werpen met een vliegenhengel. Ik doe het voor het eerst van mijn leven. Nou, om nou te zeggen dat het echt nog helemaal super gaat. Nee, maar hij komt te water en het begint er een klein beetje op te lijken. Maar voor een echte duidelijke instructie van het werpen met een vliegenhengel adviseer ik je om te gaan naar www.vissendoejezo.nl. Daar geeft Marco Kraal je alle uitleg over de basisstappen van het werpen met de vliegenhengel. Ja, dan gaat het jou zeker lukken. Als we nou even naar het materiaal kijken wat je nodig hebt voor het streamen op snoek. Hengel, ril, lijn. Ja, waar moeten mensen op letten als ze een setje willen aanschaffen om zelf te gaan streamen op snoek? Nou, voor het vliegvis op snoek heb je in eerste instantie dus een hengel nodig. En je hebt een AFMA-klasse bij vliegenhengels. Ja. AFMA 1 tot pakweg AFMA 16. AFMA 1 is een hele lichte vliegenhengel. En AFMA 16 is een pook van een stok. Ja. AFMA 8 is een mooi gemiddelde voor een vliegvis of snoek in de polder. Oké. Nou, daarnaast heb je natuurlijk een vliegenrail nodig. In dit geval is het een rail met een mooi slipsysteem die het goed doet. Maar dat is voor een vliegvis of snoek eigenlijk in de polder niet nodig. Dan kun je eigenlijk voldoet gewoon een normale, simpele rail. Uiteraard op de rail zit een vliegenlijn. Die lijn past bij de AFMA-klasse. En in het verlengde van de lijn gebruiken we een stukje leader. In dit geval een meter tot anderhalve meter 40/100ste fluorcarbon of nylon. Ja. Langer is niet nodig, omdat je eigenlijk toch in ondiepe wateren vist. En je het streamer hoog ondiep wil laten lopen. Ja. En daaraan gekoppeld zit uiteraard een stukje onderlijn voor de tanden van de snoek. En ja, tegenwoordig gebruiken we daar titanium voor. Dat is toch het meest geschikte materiaal. Vroeger staaldraad, maar dit blijft wat. Blijft wat sterker, kent geen metaalmoeheid en ja, werkt perfect. Oké, en dan om het hele zaakje te complementeren, maar een streamer eraan. Zo is dat. Oké. En qua prijs, wat moet ik op rekenen om een leuke starterset te kopen? Wat ben je dan kwijt? Nou, voor rond de 200, 250 euro heb je een mooi starterset. En daar kun je mooi mee aan de slag. En dan heb je eigenlijk de hele set compleet. Dus, okay. Nou, dat valt me reuze mee. Ja. Oké, laten we lekker gaan vissen. Oké dan. Zo Edwin, je hebt er een. Verdorie, zal ik hem helpen? Zal ik hem even voor je pakken? Dat hoeft niet hoor, komt goed. Oh, mooie put gaan we vissen. Eeuw. Yes. Goed bezig, dat is een mooie bak zeg. Nou, jongens, hartstikke schitterend. We lopen net terug naar de auto's, omdat we willen verkassen naar een ander stukje polder. En Edwin zegt van nou, nog even het hoekje uitwerpen. Nou, eerste worp. Hangen. We zien hem er zo opklappen. De camera stond net uit, maar
Ja, en een mooie poldersnoek hoor. Hij is mooi. Echt een mooie bak. Ja, super zeg. Hey, en is dat nou een beetje het grootste formaat wat je vangt op streamers? Of kun je ook gewoon echt de grootste snoeken van een waterpak op? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Je pakt echt wel af en toe een snoek ertussen van tegen de meter. Maar de gemiddelde maat in zo'n polder is toch vaak 70 centimeter. Nou, ik schat deze toch wel een stukje groter. En het is een mooie bak, hij is mooi dik. En hij zat wat te jagen hier met prooivis. En ik geloof de eerste of de tweede worp was. Hè? En dan was het bam, hangen. Ja, nou, hij is binnen en het bewijs is geleverd. Het streamer op snoek, het levert vis op. Dus super. Ik ben nou wel overtuigd, Edwin. Oké, hoe makkelijk, joh. Een kind kan de was doen. En hij mag weer terug, Edwin. Yes. Kikker, man. Eerst dus binnen. Hoppa. Op naar de tweede. Zeg, als ik nou aan streamers denk, dan denk ik echt aan veren, aan bont. Nou, ik wil net niet zeggen aan halve knaagdieren die je door de lucht heen smijt. Maar zoals je in het visblad beschrijft, jij bent meer een fan van het synthetische materiaal, synthetische streamers. Maar wat zijn daar dan de voordelen van ten opzichte van bont en veren en al dat soort poespans? Het materiaal is veel sterker. Het is in veel kleuren verkrijgbaar. En zoals je ziet, je kunt eigenlijk alles mee doen wat je ermee wilt doen. En het blijft mooi licht. Als je een natuurlijk materiaal met vist, het neemt water op en wordt heel zwaar. Ja. En dat bonkt aan de vliegenhengel en het vist niet fijn, zeker niet een hele dag. En synthetisch, je slaat het water er gelijk uit. En het is weer licht en het vist perfect. Dus jij zegt het is eigenlijk sterker materiaal dan, laten we zeggen, bont en veren. Maar hoeveel snoek kun je dan op één zo'n streamer vangen totdat die helemaal aangooid is, zeg maar? Nou ja, het is dus heel sterk materiaal. Vorig jaar heb ik op één streamer. Het was niet deze, het was een andere, maar wel van hetzelfde materiaal 26 snoeken gevangen. Okay. Dus dan heb je het geld er wel uit, zeg maar. Nou ja, precies. Kijk, als je hem koopt, maar het liefste bind ik ze zelf. Ik bind ze ook allemaal zelf. Het is ook goed te binden. Ja, als ik zo kijk, je hebt werkelijk alle kleuren van de regenboog bij je. Dus ik neem aan, je kan eindeloos variëren dan toch met absoluut, kleuren. Absoluut. Ja. Hey, maar stel ervoor, ik wil dan inderdaad gaan streameren. Ja, je weet het me nooit niet. En ik heb een set gekocht, maar ik heb eigenlijk nog helemaal niet zo'n trek om ook gelijk dat binden te moeten gaan doen en te leren. En ik heb er ook gewoon weinig tijd voor. Kant-en-klare streamers. Goed te koop op het internet of bij de vliegvis speciaalzaken. Ze zijn eigenlijk gewoon goed verkrijgbaar, dus daar kun je ook mee beginnen. En die doen het hoor. Robert, ik heb er één! Joehoe! Bezig Edwin. Verdorie, hé. Ja, weer een mooi maatje. Schitterend, mooie vis, man. Zag je hem er weer op vliegen? Ja, hij knalde erop, joh. Schitterend. Zo. Ja, Ebbes. Mooi visje weer, hè. Ja. Ga maar, jongen. De dag zit erop. Ik denk dat we er maar een eind aan gaan breien, Edwin. Ja, absoluut. Het is mooi geweest. Het is hartstikke leuk vissen geweest. Ik moet zeggen, na zo'n dag werpen heb ik de slag aardig te pakken. Dat valt me alleszins mee. Heeft me helaas nog geen vis opgeleverd. Mijn eerste vliegvisdag van mijn leven. Maar twee keer een kolk achter mijn streamer gezien. Dus in ieder geval leven gehad. Edwin daarentegen wel twee mooie snoeken voor de camera gekregen. Dus hartstikke super, Edwin. Ja, en bedankt voor je uitleg vandaag. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook met jullie. Ik vond het echt leuk om met jou op stap te zijn geweest. En ik hoop dat je ook van het polderlandschap hebt genoten. En dat je hebt kunnen zien dat het vliegvis in Nederland gewoon ontzettend cool kan zijn. Ja, echt kicken. Ik moet zeggen, ik ben positief verrast door de vliegvismogelijkheden in eigen land. Ze zien me. Dat was het dan voor deze keer. En tot de volgende keer bij Visblad TV.